totaal niet wat er gebeurt. Ik zie hem ook. Ja, hij gaat dus nu tot de Head of City. Oké, nice. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Zoals beloofd zou ik vandaag weer een nieuwe stikstofvideo gaan uploaden. Zoals jullie hier kunnen zien, dit is de lavalamp en de elektrobal, ja, zo noem ik het maar even. En ja, we gaan nu eigenlijk de lavalamp doen. Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt. We hebben even wat voorbereiding getreft. Zoals jullie zelf gezien, ik loop nu even naar buiten toe. Er staan dus goed tussen de jongens van Prankster. Staan daar al klaar? Nee, staat nog niemand klaar, maar dat maakt niet uit. Ik sta wel klaar. Dan gaan we met die lavalamp erheen. En deze heeft Aard net al gekocht. Want we willen het nu eigenlijk een beetje anders gaan doen. We willen eigenlijk deze gaan vullen. Tot bijvoorbeeld hier. Halen we dit eraf. Halen we dit eraf. En dan gaan we hem eigenlijk zo meteen hierin gooien. En dan gaan we gewoon kijken wat er gebeurt. Dus dat is het plan voor vandaag. En ik zou zeggen, let's go. Ja, er komt Artesan, de man die het vat al 2 dagen lang bestuurt. Besturen van het vat. Dus pak even het huurvat en giet het andere vat even vol. Ik ben gelijzend om dit te doen, jongens. Ja. Ik ben hier de VCA Plus leidinggevende. Hey. Volgens de wet. Maar goed, dames en heren, deze gaan we er gewoon voor inzetten. Wat hele dingen hier dan? Nee. Ja, we weten hoe het werkt, we weten hoe het eruit ziet. Dus ik zou zeggen, giet het er maar in. Oh ja, dit keer hebben we ook even een bril op. Ja, kan knappen, mensen. Dit keer even een bril op, maar Chris niet, maar Aart wel. Dit is Aart slim. Kan knappen nu, want dit is een glas. Dat is overglas. Ik weet het niet. We is het op, doen het open, dus zometeen als die bevroren is, gaan we hem openen. Ja? De klep valt ook allemaal dicht. Dus even eentje, die klep van zo en eentje van zo. Ja? Oké. Okay. Sean, op jouw teken. Yo, I'm ready. Ik zie totaal niet wat er gebeurt, ik zie helemaal open. Ja, hij gaat dus nu tot de Head of City. Oké, nice. 2/3. Hoezo laten? Ah, gewoon voor, ja. Tenminste, onder. En hij is onder. Ik ben van boven. Nu gaat hij perfect, hè. Ah, dit is gewoon maximaal nu. Ah, nu zit hij helemaal onder, dat we dus een andere schaal hebben gehaald. Nu moet hij gewoon helemaal bevriezen. Het ergste wat nu nog kan gebeuren is dat het glas knapt. Hier had je de deel ook in moeten drukken. Ja. Maar helaas. Deel een lichtje. Deel dan. Wat heb je hand gegeven van dit? Of Jurk is hier nog gezien. Oké, nou, zoals jullie kunnen zien... Ja, hij is gewoon lekker aan het borrelen. We moeten gewoon even wachten totdat hij bevroren is. We weten zelf ook niet echt precies hoe en wat. Dus we wachten gewoon even een tijdje. En dan mooi gaan we... ervan. Eigenlijk hebben we er helemaal geen ballen verstand van. Doe maar wat. Doe maar wat, ja, maar ja. Toch ijsje. Weet je, wij leren door het te doen. 5 keer de koud jeans, jongen. Zeg maar, hij moet ijs en ijs koud zijn. Nou, ik denk dat dat ding wel erg bevroren is al. Maar we wachten gewoon even. Het probleem is meer van hoe gaan we het nu uitkrijgen. De watertang, hier. Ah, dan kunnen we het eruit halen toch? Nee, nu nog niet, wacht gewoon even. Joh. Weet je, nu zit hij er toch alleen. Wow. Zo koud hè? Doe het nog een keer. Zo. Dat is echt koud. Dus wel dat je aan de boven kan houden. Blazers? Die muts, die muts. pak hem er maar uit, Aart. Of niet? Het wordt alleen maar minder, dus... Maar het wordt nu minder. Inderdaad. Gewoon ijskamp geworden. Wat is het knap toen ik op mijn hand heb? Ja, dat is... Dat is helpen. Die vast aan de bodem? Nee, hij zit los. Net een dopje hebben. Ik kan nu vallen, hè. Hij zit echt, ik heb hem echt vast. Wow! Wow, check, hé! Wat? Hij is gewoon bevroren. Hij is gewoon, mensen, helemaal bevroren. Oké, mensen, nou ja, dit gebeurt er dus als je een lavalamp in stikstof legt. En zoals jullie kunnen zien, hij is gewoon helemaal bevroren. Maar ja, we gaan natuurlijk even verder. We gaan hem gewoon even op de grond leggen. En dan gaat Aard met zijn favoriete bel. Shit, bel. Staat op, mensen. Do not open. Leg hem op de grond, dat is beter. Maar doe me lekker wel. Oké. Ah, oh, dat is wel hard. Daar gaat hij dan. Vaak, ik heb hem van hier, man. Hij is gewoon, maar wat is er eigenlijk in een lavalamp? Weet iemand dat? Ja, John? Yo!
Kijk dan, dit is het blauwe spul. Hier, dit is het blauwe spul. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat weet niemand. Nou, een soort olievetachtig iets, denk ik. Ik weet niet. Kijk dan, joh. What the fuck? Hier. Dat is net kaarsvet, zie je dat? Zo. Het is allemaal een beetje net kaarsvet, kijk. Nou mensen, voor degene die allemaal wou weten wat er in de lavalamp zit. Dit. Dit is het, en het is nu bevroren. En wat proeft het nou, Chris? Nou, dat ga ik niet doen. Nou, ik zou het niet doen, want het kan wel eens giftig zijn. Nou, kijk mensen, nou, het was een korte maar krachtige video, denk ik. Dit gebeurt er dus als je een lavalamp in stikstof gooit. En het effect is dat het bevriest en dat het... ja, gewoon kapot gemaakt gaat worden, zoals jullie hebben gezien. Alles kan kapot met... stikstof! Ja, en zoals beloofd zouden we nog één doen, de elektrobal. En bij deze die gaan we ook onder stroom zetten, dus dan gaan we echt effect zien. Misschien gaan alle stoppen er wel uitklappen, dat weten we niet. Dus die gaan we er nu even bij halen. Maar dat gaan jullie zien in de video van morgen. Ik zou zeggen, als je het wil zien, doe even een duimpje omhoog. En ik zou zeggen, tot morgen. Doei! Bodem, kijk, dit is die machine. Kijk, dit zijn roggels. Ja, bluf dat je eroverheen pist. Maar dan film je mijn lul. Nee, ik film je lul niet. Dit is mijn, als het goed is. Dus ik kan pakken. Hier, komt een nieuwe tuff aan. Kijk dan. Hier. Tuffbol! Dat is mijn tuff. Eet op. Eet je eigen tuff of in mijn verroren versie. Dat is wel sick.